DJ's Henk en Robin uit het Gelderse Brummen zitten met de handen in het haar. Overmorgen start hun 5 dagen lange marathon-uitzending voor het goede doel op de lokale radio. Nou, die uitzending is geïnspireerd op Serious Request, de jaarlijkse actie van 3FM. Alles wordt gesponsord, van de apparatuur tot het wc-papier. En natuurlijk een heus glazen huis. Maar één ding wil maar niet lukken. De beveiliging. En die is peperduur. En zonder beveiliging geen vergunning en dus geen marathon-uitzending. Make a Difference voor Kika 2009. En hier is die Jelle Amersfoort met Goedemorgen. Het klinkt nog een beetje kaal allemaal. De apparatuur moet nog worden aangesloten. Maar de DJ's zijn er klaar voor. Eventjes bij de dokter langs geweest vorige week. Om eventjes om de laatste dingen door te spreken. Maar hij zegt, het komt wel goed. Ja, het is wel een behoorlijke uitdaging wat we aangegaan zijn. Maar ik ga mijn uiterste beste voor doen. Net als bij de landelijke versie zullen ook deze DJ's 5 dagen niets te eten krijgen. En dat allemaal om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Stichting Kika, het kinderkankerfonds. Dankzij de hulp van lokale bedrijven werd er een compleet glazen huis uit de grond gestampt. Oh, dit is hem dan. Kom maar mee naar binnen. Alles is tot in de puntjes geregeld. Hier komen de mengtafels. Die komen aanstaande woensdag. Behalve dat ene dingetje dus, de beveiliging. En die kun je niet zomaar even weglaten. We willen dat het een geweldig feest wordt. We hopen dat heel veel mensen hier komen. En dan moet het natuurlijk allemaal ook goed verlopen. Wat is het dan dat die beveiligingsbedrijven als enige eigenlijk niet over de brug komen? Ik weet niet wat het is. Misschien hebben we de goede niet aangesproken. Misschien komt het nog niet over dat al het geld wat hier opgehaald wordt ook echt naar Kika toe moet. Het zou gewoon zo zonde zijn als je hier heel veel geld op gaat halen en dat een groot gedeelte naar een beveiligingsbureau moet, want daar is het niet voor. De organisatie hoopt dat er zich alsnog een beveiligingsbedrijf meldt, zodat de kosten binnen de perken blijven. En als die nou niet komen, wat dan? Ah, maar ze komen. Ze komen echt. En daar ben ik helemaal van overtuigd. Okay, en als ze niet komen, dan betaalt de gemeente gewoon het verschil? Als ze niet komen, dan is er in Brummen altijd een oplossing gevonden. Die zal ook gevonden worden, maar ik ben ervan overtuigd dat de beveiligingsbranche hier graag bij aanwezig wil zijn. Nu maar hopen dat de burgemeester gelijk krijgt. De tijd begint te dringen, want woensdagavond 6 uur is het zover. Ja jongens, succes hè. Dankjewel. Hoi. Hoi. Goedenavond Brummen. Ja, de stemming zit er hier goed in. Ik ben op het Marktplein hier en het staat helemaal vol met mensen. We hebben fantastisch weer erbij en over het weer gesproken. Er waren vandaag toch wel verschillen in ons land. Het zuiden, zuidoosten, oosten en het noordoosten de meeste bewolking. Elders kwam de zon er toch aardig door. En hoe het morgen wordt, gaan we het zo meteen over hebben. Maar ik ben hier vanwege een glazen huis. Nathalie, wat gaan jullie doen de komende dagen? We gaan hier een hele grote actie houden voor Kika. En dat is de Stichting Kinderen Kankervrij. En hoe ziet die actie eruit? We gaan 5 dagen non-stop radio maken. En er gaan hier 3 DJ's, die gaan hier het glazen huis in. Die gaan zonder te eten 4x24 uur uitzending maken. Maar er komt ook heel veel omheen. Er komt kermis, er komen live optredens, er komt een markt, er komt alles voor Kika. En jullie hopen daar heel veel geld mee op te halen? Ja, ja. En dan wil ik natuurlijk ook nog even weten of er bekende Nederlanders dit project ondersteunen. Jazeker, Gijs Jolink van Jovink komt langs. We hebben de commissaris van de Koningin. Die komt ook even kijken hoe het ermee gaat. Onze eigen burgemeester. Ja, dat is nog geen bekende Nederlander, maar wel hier heel erg bekend. Judith van Sterren.nl. Dat is een programma van de Tros, komt langs. Dus ja, wordt heel gezellig. En jullie zijn DJ. Wordt een zware klus. Tot hoe lang gaan jullie hierin zitten? We gaan vanaf woensdagavond 6 uur zitten tot zondagavond 6 uur. En dan zonder eten. Heel veel sterkte. Ja, dankjewel. En heel veel succes, want het gaat per slotverrekening om het geld op te halen voor Kika. En dan nu de overstap naar het weer. Allereerst vannacht veel bewolking, af en toe wat lichte regen, maar dat stelt niet al te veel voor. De temperaturen zijn hoog voor de tijd van het jaar, 3 tot 6 graden. En verder staat er heel weinig wind, die komt uit het westen tot zuidwesten, zwak of matig. En dan gaan we door naar morgen. Wel, de dag begint met bewolking, maar de zon komt ook al even tevoorschijn. En ik denk dat die zon overal wel tevoorschijn komt, vooral in de middag. En dan zien we toch een aangename temperatuur staan, best wel passend bij lenteweer, 10 tot 12 graden. En de wind komt uit het noorden tot noordoosten, zal het zwak of matig zijn. In de avond en nacht is het helder en ook koud. Landinwaarts min 1, min 2 graden, zeg maar lichte vorst, elders toch wel zware grondvorst, plantjes die daar niet tegen kunnen goed beschermen. Wij gaan door naar de woensdag. Ook dat lijkt een aardige dag te worden. Er is flink wat zon, ook nog wel bewolking, het blijft droog, best wel positief en de temperaturen 10 tot 12 graden.
Ja, de wind. Die komt uit richtingen tussen zuidoost en zuidwest. Zal het zwak of matig zijn, daar blijft het ook bij. In de nacht 1 of 2 graden boven nul gemiddeld in ons land. Maar toch nog op plaatsen voorstaande grond. En over koud weer gesproken, we gaan even vooruitkijken. Allereerst komen we donderdag tegen, maar dan zitten jullie hier al, hè? Ja, dan zitten we hier al een dag. En voldoende verwarming? Ja, verwarming genoeg en genoeg licht, dus dat komt vast wel goed. We hebben er geen last van. Het wordt koud, hoor. Donderdag een temperatuur gemiddeld zo rond 9 graden. In de nacht 2 graden vorst, lichte vorst. En als we naar de vrijdag gaan, hebben we overdag 6 of 7 graden. In de nacht gemiddeld 3 graden onder nul, plaatselijk min 5. Geldt vooral voor het oostelijke deel van het land. En dan hebben we het over matige vorst. Ja, het is maart. En zaterdag lijkt een droge dag te kunnen geworden, met opnieuw een temperatuur rond 6 of 7 graden overdag. En in de nacht nog altijd een graadje vorst. En hoe dat verder gaat met dat wat koude weer en misschien wel de kans op wat sneeuw in het weekend, daar kom ik morgen wel op terug. Nu van binnen naar buiten en hebben we het natuurlijk ook nog over het spitsweer voor morgen. Ochtendspits, beetje nevel, beetje mist, maar ook al de laagstaande zon. En de avondspits, er is wel bewolking, maar ook de laagstaande zon is er. Houd daar rekening mee in het verkeer. Naast mij staat Niels Joosten, jij bent burgemeester van deze gemeente. Wat vind je van de actie? Geweldig. Ik ben trots op al die mensen die zich vrijwillig inzetten voor Kika. En ik hoop dat heel velen hen zullen volgen. Ja, want er moet heel veel geld binnenkomen, hè? Ja, dat is wel de insteek, hè? Dat we heel veel geld binnenhalen voor het goede doel. En waar zien jullie nu te beluisteren, die dagen? Op Veluwe Zoom FM, lokale omroep. Nou, heel veel succes. En wij gaan natuurlijk de groeten doen aan iedereen thuis. En natuurlijk ook oproepen om mee te helpen deze actie tot een groot succes te brengen. Wij zeggen tegen heel Nederland... Tot morgen! En tot morgen!